En we hebben lijst 11. Ieder jaar hier in Rembrandt. We hebben lijst 11. Dat is ons ideaal. Allemaal! En ben je een keertje bij ons hier in Rembrandt? Word lid van lijst 11. Als het kan allemaal. Fijn dat jullie hier allemaal zijn. Geweldig. Ik begin met iets wat helemaal niet in jullie programma staat. Maar ik ga ook niet meteen mijn programmaatje afwerken. Maar ik ga jullie gewoon even toffe peer maken. Ad, ja. Want toffe peren zijn mensen die er in het carnaval in de gat iets moois van maken. Ja, maar wij, je weet nog niet wat er gaat komen, hè? Nee, daarom juist doe ik het nu. Daarom doe ik het nu juist. Misschien verdienen we wel niet. Want straks ben ik misschien gewoon heel ernstig teleurgesteld. Ik vind het maar gaan. Dan heb ik niet allemaal toffe peren. Ja, we kunnen wel stoppen. Dat zou ik toch wel even zeggen, ja. We kunnen wel stoppen. Toffe peren. Kaat. Hey, even, we hebben even bij huishoudelijke mededeling. Ja, want zonder meer. We hebben een afmelding ontvangen van Wimke van der Zanden. Waar is die? Ik zie hem. Ja. En Wimke die schreef op aandringen van Van den Broek. Is die er ook? Die kunnen nooit zien, hè? Ik zie nog geen vingers. Ja, want Wimke die had ons een brief geschreven van beste inlijst 11. Ik kan er niet bij zijn, want... Van den Broek heeft verzocht om dat ik even thuis bleef. Ja. Want vrienden voor het leven. Vrienden voor het leven, ja, kameraden. Ja. Tot de maar laatste hij is er dus wel. Hij dus is er wel, dan ja. Zie je dus ook maar, als Wimke kunnen ook helemaal niks doen, hè. En Erik, kan hij zijn hand opsteken? Of ergens op in de stoel gestaan? Is hij? Heeft iemand hem gezien? Erik. Is er een... Ja, dat is alvast wel een Erik. Ik weet het. Hij zit in dok 11. Dok 11. Maar dat hiet dan alweer dok 12. Ja, als je daarbij zit wel. Ja. Hey Trekker, ik kreeg net nog een appje van Ineke Platel. Dan ben ik wel heel benieuwd wat ze schrijft. Dan ben ik echt heel benieuwd wat ze schrijft. Die twitterde mij net. En die schrijft, beste in de lijst 11. Ik richt me tot jullie, de enige die ik echt politiek serieus neem in de gat. Opnieuw, dat kan die, niet. Ik serieus neem in de gat. In de gat. In de gat. Schrijven is nooit haar sterkste punt geweest. Nee. Nederland was niet haar goeiste vak. Maar. Maar willen jullie live in het Politiek Café mijn oprechte excuses overbrengen naar Erik van den Broek en Herman van Wangooi? Want waar blijkt, het gehobbel lag aan mijn banden. Ja. Voor €18,98 heb ik het kunnen laten maken bij Pika Bikes. Achteraf zonde, hè, van die €35.000, maar toch bedankt. Ja. Tadaa. Kijk eens naar de kuiltje in de kin. Ja, zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in. Afgelopen november waggelde ik over de Burgakker. In het smalle stuk bij de Zeeman zat wethouder Van den Broek op zijn knieën. Op zich een mooi plaatje, een SP'er die door de knieën gaat. Hij keek verdrietig. Wethouder Van den Broek huilde, zonder tranen, zoals alleen een SP'er kan huilen. Te zuinig om tranen te vergieten. Ik zei, wethouder, wat is er toch aan de hand? Erik zei, ik heb zo'n last van kijkers. Ik zei, kijkers? Ja, zei hij. Als ik hier naar het plaveisel kijk, zie ik kijkers. Ik zie kijkers in de poppetjes van mijn ogen. En als ik mijn ogen sluit, zie ik nog steeds kijkers in de poppetjes van mijn ogen. En dat is niet goed, want als een SP'er zijn ogen sluit, moet hij tomaten zien. De wethouder zei huilend, als ik deze kijkers op dit stuk Burgakker laat vervangen,
dan draait Hendrik Verhees zich om in zijn graf. Ik zeg, dat is dan mooi, wethouder, want toen we het Indegatse stationsgebouw sloopten, draaide Hendrik zich ook al om in zijn graf. En dan ligt hij dus nou weer goed. Trouwens, ik had ook nog beloofd een contactadvertentie te plaatsen. Er staat hier een zeer charmante, vrijgezelle jonge man binnen. Hij heeft een Turks voorkomen. Maar hij is een heel aardige man. Hij heeft trouwens wel werk. Wat u nu denkt, hebt u mij niet horen zeggen. Maar dat is Toon. Ik weet niet wat Toon is. Toon? Toon was vorige week bij het Brabant Centrum geweest om een contactadvertentie te plaatsen. Voor een vrouw. Toen zei die secretaresse van Brabant Centrum, meneer, moet hij er deze week al in? En toen zei hij, het zou wel fijn zijn, maar dat hoeft er niet bij te zetten. Er is in Indegat ook een kroeg vernoemd naar Anja van der Einde, van PvdA GroenLinks. Het Geveltje. En die naam wordt binnenkort veranderd in De Gevel. Wat u nu denkt, hebt u mij niet horen zeggen. Ik heb gehoord dat ze die gevel dan in twee kleuren gaan schilderen. Rood rechts en groen links. Vorige week vroeg iemand aan me, hoe durft die Anja van der Einde toch met zo'n décolleté rond te lopen? En toen heb ik geantwoord, daar zijn twee uitstekende redenen voor. In het gemeentehuis hebben ze na de verbouwing wifi. Dat spreek je uit als wifi. Want het is de afkorting van wireless fidelity. Neemt u dat even mee. Maar als je dat weet, dat het wifi is, dan klinkt een advertentie van Carpe Diem toch vreemd in de oren. Gratis wifi bij Carpe Diem. Maar ik vraag me altijd af, waarom zou je wifi bij Carpe Diem willen? Dat je naar huis kunt appen dat je nog niet aan de beurt bent. Of dat je even op je beurt moet wachten. Of dat je nog niet klaar bent. Of naar huis appen dat je wat later komt. En dat je dan niet meer hoeft te eten. Carpe Diem heeft een nieuwe kamer geopend op de bovenste verdieping. En in de krant stond nieuw hoogtepunt bij Carpe Diem. En er stond ook nog bij dat de kamer goed was afgewerkt. Ja, die kranten maken er soms wat van. Ik las in het Brabant Centrum een kop. Aantal deelnemers avondvierdaagse loopt achteruit. U hoort het aan het begin al, de ambtelijke organisaties van Indegat en Bokkendonk zijn gefuseerd. De ambtenaren hebben tot 2018 een werkgarantie gekregen. Daar waren veel ambtenaren niet blij mee. Die garantie ging nog wel. En met die garantie denk ik dat er wel weer overlast van muizen zal komen. Maar door die samenwerking met Bokkendonk valt voor onze Herbtse boy ook weer een zekerheid weg. Afgelopen jaar zijn in Nederland meer dan 20 burgemeesters afgetreden door verstoorde verhoudingen. Door de nieuwe huisvesting is Herbtse boy zijn eigen kamer op het gemeentehuis al kwijt. Hij is op termijn niet meer zeker van zijn baan door al die fusies. En Ineke Pratel en Jetty Buijks kunnen zomaar besluiten dat hij hier niet meer past. Hij is door Hanne Middenmoor aan de kant gezet. En de enige zekerheid voor Herbtse boy is zijn Christel. Zijn first lady. Maar ook niet echt, denk ik. Hij klampt zich vast aan die zekerheid bij zijn Christel. En om bevestiging te krijgen, vroeg hij aan haar, Christel, schat, hou je nog van me? Natuurlijk, boy, zei Christel. Hoe weet ik dat zeker? Vroeg Herbtse boy.
Pooi, zei ze, als je goed kijkt, kun je het zien. Liefje, kijk eens in de poppetjes van mijn ogen. Dames en heren, een groot applaus voor Ad Boevelaars. Gisteren zei Geert tegen mij die Mark Buijs, die heeft speciaals. Ja. En die brengt zijn eigen sticky mee. Hij zou weer eens en niks hebben. En dan denk ik, ja, sticky zet, die zat, hè, na alle opruimen van die drugsbanden in Boksel. Hè. En die sticky zat. Maar jongens, ontvangen voor zijn. Ja. Zijn happy moment, ja. Zijn 11 minuten. Ja. Ontvangen met een hartelijk applaus. We gaan klokken. Mark Buijs. Ja, het is wel fijn dat jullie mijn Ad Hoevenaars een happy moment kunnen. Ja. Dat vind ik toch wel heel erg fijn. De vraag is dan of je bij Carpe Diem of bij Rembrandt bent. Dat is natuurlijk de eerste vraag die je dan stelt. Maar goed, ik ben blij dat ik hier vandaag mag staan weer. Prachtig om, om de Waggelrevue hier weer mee te maken. En u hoorde Ad al, ik ben een beetje verliefd op onze Hanne. En ja, dat is echt zo. Hanne heeft me inmiddels aan de kant gezet, maar mijn verliefdheid is er nog steeds. Kijk, het is zo, als burgemeester probeer je natuurlijk een hoop reflectie om je heen te verzamelen. En dat doet iedereen regelmatig. Partijen lopen bij mij binnen, mensen lopen bij mij binnen. Iedereen zegt van mij, tegen mij wat ze van me vinden. En dat vind ik prima, daar leer ik van. Het voordeel van Hanne is, jongens, die zegt helemaal niks. En het leuke is van Hanne... Ik mag er af en toe dichtbij komen. Ad vertelde het net al van die bult en zo. Maar heel leuk, Ad, heel leuk. Maar de laatste keer dat ik ze zag, zag ik dat ze een heel klein scheurtje in haar rokje had. En Hanne is groot, hè, en het is een beetje op deze hoogte. En er zat een gaasje voor. En het is net als een gulp die open staat. Hè? Je weet het, hè? Een gulp die open staat... Dat wil je niet, maar stiekem kijk je er toch naar, zo, alsof je een waarschuwing wil geven. En ja, je blijft erop letten. En op een gegeven moment, ik moest naar voren komen, naar Hanne en burgemeester mee. En ik struikelde een beetje en ik kijk daar in dat gaasje. Nou, dames en heren, Pandora's doos ging voor mij open. Ik zag het hoofd van Paul Hermans. Men vraagt aan mij of ik de keuze voor Boksel maak, Ad. Dat zeg je iedere keer, hè? Wij maken echt de keuze voor Boksel. Ik bedoel, Christel is het ook helemaal beu. 90 tot 100 uur in de week, geloof ik. Met het weekend erbij dan, hè. We moeten niet overdrijven. En ik kan op het werk best wel eens een keer uitrusten. Maar thuis ben ik weinig. Weinig, heel weinig. En het lijkt alsof ik alleen nog maar thuis kom om te snurken. En zegt Christel, ja, dat heeft voor mij geen meerwaarde. Dus die meerwaarde van het snurken wil ik graag aan Boksel gaan geven in de toekomst. Maar dan moet ik nog wel eventjes Crystal Palace verkopen, geloof ik al. En dat valt niet mee, want het ligt in Herpt. En ja, het dorp schijnt zo klein te zijn, dat helemaal niemand het weet te vinden. En dat is moeilijk als je je huis wil verkopen natuurlijk. Maar goed, er zijn een hele hoop moeilijke keuzes voor een burgemeester. Hè. Een van die competenties is keuzes maken. En dat moet je iedere dag weer. En dat doe je, want dat is je vak, dat vind je leuk. Maar de moeilijkste keuzes, dames en heren, die je hier in Boksel kunt maken... en dat kun je een burgemeester eigenlijk niet aandoen. Is de allergrootste keuze. En dat is de keuze tussen Bok of ODC. En ja, ik vind dat kun je gewoon niet maken. Ik bedoel, je kunt me alles vragen. Nou ja, goed, op mijn kop ga ik niet staan. Dat kan ik ook niet, maar ik wil heel veel doen. Maar ik wil jullie laten zien wat ik met die keuze gedaan heb. Okay.
Ja. Kan er een lekker muziekje bij? Ja, ik zei het al, de keuze is moeilijk. Dus ik laat me maar voor alle twee gaan. Hangt hem boven uw bureau? Of nee, je hebt een flexplek, ja, hè? Ja, ja. Hoe moet ja, dat dan? Ja. Twee haakjes. Je hebt een flexplek. Oh, dat wordt lastig. In de lokker. Ja. Of lid ik er dan zelf al in? Hey Mark, hartstikke bedankt jongens. Goed, ja. Applaus, Mark Buis. Applaus. Ik als prins Peer den Tweede vind het een grote eer om namens in de lijst 11 te benoemen als eerste politicus van het jaar Herman van Wanrooy. Gefeliciteerd, hè. Kijk. Zo, Herman. Ja, ja, we hijsen jou erin. Oh, gaat dat zo? Ja, dat zijn maat wel. Ja, dat wordt... Herman die verstaat geen Engels. Hij vroeg, waar zin kun je nou in het Engels? Schiet naar de maan. En ook als je mist, dan ben je toch tussen de sterren. De eerste vertaling. Ja, ja. Met het oog tussen de sterren. Herman. Dankjewel. Het is je gegund. Nou ja, ik ben totaal overvallen door deze geweldige, unieke prijs. Want dat is het eigenlijk. Hè? Ik heb met Mark Buis een keer over gehad. In een ja, niet zozeer vertrouwelijk gesprek. Want binnen het college hebben wij geen vertrouwelijke gesprekken. Het trekt allemaal met elkaar op. En Mark zegt van ja, ik wil het over jou toch nog dat één ding iets zeggen. Ik zeg, nou, dan zeg het maar, dan laat het maar komen. En hij zegt, ja, je bent toch een atypische bestuurder. En ik denk, oh, hoe mooi kan het zijn, eindelijk in een paleis waar bestuurders zitten. Er zit er eentje tussen die een beetje atypisch is. En die alle dingen wat anders aanvliegt dan normaal te doen gebruikelijk is. Nou, als je dan daarmee opstrijkt deze eigenlijk unieke prijs, want laten we eerlijk zijn. Ja. Het is de eerste prijs in de historie en voor hetzelfde geld... Ja, leeft die prijs nog 100 jaar door en mijn naam blijft dan toch, los van alle perikelen rond dat fietspad en rond die tunnel heel door. Mooi, heel mooi. Hij blijft gewoon beklijven. Ik ben er ontzettend blij mee. Ja, dat meen ik serieus. Ja, ik zag net, ik zeg tegen Peter van der Wiel, mijn collega, ik zeg nou, er staat toch een keigoeie college. Volgens mij staat er ook een keigoeie college, of tenminste, of het dan een goede wethouder staat als tweede, maar er staat in ieder geval een keigoeie college. Ik ben er heel blij mee. En nou ja, misschien ik volgend jaar de tweede prijs nog een keer terug kan komen halen. En dat blijft de grote uitdaging van niet zozeer de tunnel, maar wel van het komende jaar. Oké, Herman, succes. Goedemiddag, dames en heren. Ik zal me eigenlijk even voorstellen dat je weet met wie je te maken hebt. Hè? Want dat is niet niks. Dat is niet niks, hè. Mijn naam is Berry K. en ik kom uit Haar. Ik jat en ik steel, want ik ben een crimineel. Inbraak, overval, ik handel in pillen. Ik ben bloedlink, als het moet zal ik overvullen. Kidnapping, witwas, ik ben door en door. Rette kutet en mijn bitch heet Jeannette, yo. Crimineel, Berry K. Maar jullie zullen mij niet kennen, denk ik, hè. Dat zal niet, hè. En zo kijk nou nog eens. Huh? Zo wel zeker, denk ik, hè? Ja, dat dacht ik wel. Zo kennen de meeste mensen wij wel. Hebben jullie daar ooit over nagedacht hoeveel mensen wij criminelen, hè, aan het werk houden? Hey. Dat is politiek. Ik zal eens wat noemen. Rechters,
advocaten, politieagenten, slachtofferhulp, reclassering, journalisten, hè, gevangenispersoneel. Gevangenis moeten gebouwd worden, bouwvakkers. Die bouwmaterialen moeten vervoerd worden, transporteurs. Die vrachtwagens rijden onder asfalt naar de kloten. Dan komen de wegwerkers. Die mannen moeten hard werken. Dat is zwaar werk, die moeten eten, die krijgen honger, stap met worst. Wie maakt dat? De boeren. En die boeren hebben tractors om het land te bewerken. Op een tractorfabriek te werken met het kantoor, mensen in de productie. Een receptioniste, die mensen 5 uur afgewerkt, die loopt naar buiten. Wat denkt hij? Fiets gejat. Wie heeft dat gedaan? Ik. Zo. Ja. Ja. Maar zo zit het in elkaar. Ja. Dat ze die rol verdiende omdat ze het CDA een nieuw gezicht heeft gegeven. Nou had ik dat 3 jaar geleden meteen al gezien toen ze gepresenteerd werd naast haar voorganger Wim van Erp. Hélène is van de oppositie en is een van de meisjes van het CDA. En de A in Indegat van het CDA staat voor enthousiasme. Weet u hoe u dat schrijft, mevrouw? Enthousiasme met een A. Weet u hoe wie dat schrijft? Met een pen of met een potlood. Maakt niet uit, hè? Het christendemocratisch enthousiasme. Hélène is niet alleen fractievoorzitter van het christendemocratisch enthousiasme, maar ze is ook de echtgenote van prins Peer de Tweede. En prins Peer noemt haar altijd vol trots zijn first lady, want hij vereenzelvigt zichzelf graag met Bill Clinton. Toen hij vorig jaar aantrad als prins, heeft hij ook eerst de biografie van Bill Clinton gelezen. Die is getiteld How to Succeed in the White House. Hij heeft thuis ook een bekertje met sigaren op zijn bureau staan. Geen Elisabeth Bas, maar een speciale melange. 50% pruimtabak. En 50% pijptabak. En thuis onder zijn bureau heeft hij een bordje gehangen met pas op je hoofd. Niet te enthousiast. Met de A van enthousiast. S'nachts bij een borrel is de afspraak gemaakt tussen van de groene kant en van de laag. Ik moest gaan rappen, dus dat doe ik dan maar. Hier is je rap, Peter Jan, maak hem zelf maar klaar. Ja, jongens, die burgemeester van ons, hè, dat is zo'n bijzondere man, hè. Hij is nou 3 jaar voor ons, hè. Bijna 4, denk ik. Hij blijft nog wel een tijdje, hoor, denk ik. Hij is niet zo slim als dat jij denkt. Nee, hij is niet zo slim als dat hij denkt. En dat is ook een beetje het probleem van die burgemeester. Ja, hij komt uit een dorpje. Een dorpje. En ik vergeet iedere keer de naam. En niemand weet het te liggen. Niemand kent dat dorp ook. Ergens in de klaai. Ik denk dat het Herp is. Die burgemeester die ging op de Bossenweg wonen. Vanuit Crystal Palace op de Bossenweg wonen. En het bijzondere daarvan was, dat toen hij op de Bossenweg ging wonen, toen heb ik zijn vrouw genomen, Christel. Dat is zo'n lief meske, joh. Dat is echt een geweldig meske, ja, dat kan ik zeggen. Dat is een geweldig meske. En ze had problemen met de kast, want ze moest een kast neerzetten en die kast die kreeg ze maar niet in elkaar. Dus ze zei, Jan, wilde gaan me helpen, jongen, want iedere keer als ik die kast in elkaar zet en de buurtbus rijdt over de Bossenweg, dan dondert die kast in elkaar. Verschrikkelijk, dat vond ze echt erg. En toen zei ze, Jan, als jij er nou eens voor mij doet, dan ik zeg, ik ga jou wel helpen. Dus, ik heb die kast weer in elkaar gezet en we denken, die buurtbus die komt langs, dondert die kast weer in elkaar. Ja, dat vind ik toch wel vervelend. Ik denk, weet je wat, ik zet die kast nog een keer in elkaar en dan kan ik er zelf in staan. En dan kijk ik gewoon wat er gebeurt met die kast. Nou, ik sta daar in die kast. En wat denkt u? Gaat de deur open.
staat hier ook onze burgemeester. En ik denk, wat moet ik nou toch zeggen, wat moet ik nou toch zeggen? Nou sorry burgemeester, het is echt waar, ik stond op de buurtbus te wachten. Goedemiddag! Hey! Hebben we al drinken? Van de smaakpolitie, is niet? Ja, dat was de eerste keer dat die smaakpolitie een foto gemaakt. Ja, doe maar! Daar wist toch wel niks over, of niet? Doet die mensen ook maar. Hé, hey, rustig, jij, je hebt een glas te vol, jij. Schoon fluit, dan niet! Als er hier binnen iemand is die een mooie fluit daar zit in, dan mag je hem nou hier komen laten zien. Dames! Wilde jij al komen? Hallo hier, hallo vlugger. Wilde jij al komen? Je hebt alleen een voet op het podium, hè? Nou, ik moet een fluit laten zien. Nee? Ja, ik heb er geen fluitje van de cent, toch wel? Ja, kitten. Oh, en door snapt hem niet, of... Ben je net uit de ruimte gekomen? Je hebt wel zo'n pakken in ieder geval. Dan zou ik je vertellen waar je aan het thuis vroeger. Heb er allemaal niks met de markt, heb er geflikken met de markt. Waar je aan vroeger zeug. Ik weet nog wel een zeug is of niet. Ja, ja. Ben ik geen borstelse? Dat is wel mooi. Van ons? Nee. Oh, nee. Maar waar je aan het thuis vroeger zeug heb je ons thuis, hè? En toen hebben wij een zeug verkocht aan Amerika, aan de NASA, en zo dat ruimtezooitje net te scheiden zo hebben. Maar ik heb wel mooi flossen zie ik trouwens, maar... Toen hebben wij zo'n zeug zo lang in een raket, en zo langs de maan geschoten. Kwam hij terug, was hij drachtig van 13 jong mee. Was hij langs de grote meer geweest. Maar door die fluit ben ik met de spoorweg gekomen. Ja, ja, hé. En volgens met een buurman, was ik niet geschikt voor de spoorwegen. Voor de Oosterhuis, die zaken. Ik zeg, hoezo niet? Nee, zit die, want waar zit hier geen spoorvuggen meer? Nou, een buurman van mij. God, je weet wel dat je woont, hé. Nee, langs mij, jongen. Heb je al voor meegemaakt met deze? Dan zeg je tegen mijn nek die spoor neer, Jolie. De oude Oosterhuis, die is zaakbel. Ja, dat is de vader van Treintje. Treintje Oosterhuis, hoef ik toch niet uit te leggen, hè? Ik moet niet meer die treintjes speulen. Zeg aan mijn hun, die Nederlands treintje dat telkens jouw spoorboom me mag komen. Zeg ja, zeg maar, daar kan ik niks aan doen, hè, jongen. Hij zegt, hoezo? Die zegt, ik heb een kater rug. Hij zegt, een kater rug? Hij zegt, waar is dat? Ik zeg, hij is gewoon met een rug uit, die komt de start te mogen. Maar we moeten dan testen we doen met de spoorwegen. Dus in die vent, ik heb hier één rail. Daar komt er een trein en daar komt er een trein. En wat doe je dan? Zeg dan bouw ik de wisselen. En dan staat hij daar. Zeg, dan zet ik die lichten op rood. En dan staat hij daar. Zeg, ik ga mijn broer halen. Hij zegt, mijn broer halen? Zeg, ja, die hebben een ooit een treinongeluk gezien. Een loket. Je weet wat een loketje is? Dat is voor u bij de meerders ook, alleen dat ik maar een friet en vuile lucht heb, maar fijn. Nee, dan moet je achter een loket. Zit ik achter een loket, dan komt er een vrouwtje aangelopen. Dat komt simpel volk hoor. Komt er een vrouwtje aangelopen. Dan zegt ze, meneer, hoe weet u, hoe lang doet er de trein over van hier naar Lourdes? Zeg een ogenblikje mevrouw, dankjewel, zegt ze. Geacht waggelvolk!
Dank. Goedemorgen bij het 37e Politiek Café. Speciaal woord van welkom aan edelachtbare heer burgemeester met zijn gade. Ik heb haar gade geslagen. Als ik zou zeggen hij heeft haar gade geslagen, dan is het weer anders. De wethouders die aanwezig zijn, hartelijk welkom. Peter van der Wiel. Present. Herman van Wanrooy. Present. Marushka Lestrade. Oh. Erik van den Broek. Oh. Nou, dan weten we in ieder geval wie we door de zij kunnen halen zonder dat ze daartegen protesteren terwijl we hier zijn. 37e Politiek Café met in de hoofdrol Maarten en Henk en de Argeman van huis af bent. Hey jongens, we gaan beginnen. Ik, s'morgens, als je wakker wordt en het politieke feest of in de deur, dan ben je stiekem nerveus. Ja. Kunt u eigen dat voorstellen? Ja, drie keer poepen. Hey, en dan word je wakker en dan valt u een tablet. Ja. En dan zat ik vanmorgen ergens op de Telegraaf-app, hè. Het duurde al lekker, zeg maar. En wij denken dat ik lees. De eerste kant op. Buis binnen 24 uur naar Groningen. Stond er. Nou, dan schrikt er wel. Dan schrikt er wel. Dan denk ik, er liggen al buizen zat van Groningen hier. Dan denk ik, volgens mij willen ze die afbreken, maar een buis binnen 24 uur naar Groningen. Maar gelukkig, toen ik verder scholde, bleek het over FC Groningen te gaan. En nou weet ik, de buis niet kan voetballen. Hij heeft andere kwaliteiten. Ja. Hij kan heel goed dammen. Er wordt mij wel eens verweten dat ik dingen vertel die niet waar gebeurd zijn. Dat kan zo zijn, maar daar staat tegenover dat ik ook dingen die wel waar gebeurd zijn, niet vertel. En dat doe ik vooral om bepaalde wethouders te ontzien. Ja, ik weet niet of u dit ook in de bus gekregen hebt vorige week. Ze waren als eerste. Nee, stickers helpen niet. Ze flikkeren het gewoon in de bus. Ik kan u... De tomatenpartij. En daar staan... Op de achterkant staan alle successen van de SP van de afgelopen 4 jaar. Het bladje was bijna te klein. Ik kan u namens de SP mededelen dat u deze flyer weg mag gooien. Want komende week komt er een nieuwe. Want ze waren vergeten op het lijstje te zetten dat dankzij Erik van den Broek en de SP we brons wonnen gisteren voor de Jong. Zilver voor Irene Wüst en goud voor Achterkaten, of hoe ze heten mag. Niemand kent. En daarna ook nog goud voor Sven Kramer. Allemaal dankzij... Dus gooit u deze flyer weg, hij komt deze week, er komt er een nieuwe. Nou... De mannen van Politieke Café van Lijst 11 zeiden het al... Wij zijn genderneutraal. En dat betekent niet dat alle mannen nou als vrouwen gaan ouwe hoeren. Dat merk ik een beetje. Het is juist de bedoeling dat vrouwen net als mannen stil zijn. Dan pas zijn wij echt genderneutraal. En Henk en ik hebben 16 jaar geleden... hebben wij in de Waggelrevue al gepleit voor meer vrouwen in de politiek. Henk, 16 jaar geleden. 2002. En inmiddels is het zover, fijn waggelvolk, dat in de gemeenteraad we meer vrouwen dan mannen hebben. Yeah. Ja, daar hebben we niks van begrepen, van het genderneutraal is hiervoor klapt. Want het telt niet meer. Dat is nou jammer. Hebben ze 16 jaar de moeite gedaan om de meerderheid te hebben. En dan spreken we af dat het verschil niet meer uitmaakt. Dat is net zoiets als wanneer ODC kampioen wordt en dan hebben ze ineens de promotieregeling afgeschaft. Trouwens, de ODC kampioen wordt zou nog kunnen als ze die Hoeram hebben ontslagen na een goed gesprek. Hoe weinig ODC'ers.
Maar we hebben dus nu van de 23 raadsleden 11 mannen en 12 vrouwen. Dus eigenlijk wordt Indegat geregeerd door een raad van 11 en 12 dansmariekes. Tja, waggelaars, waggelarinnen, partijgenoten van Indegat in de lijst 11. Zo sta ik hier het afgelopen jaar de partijlied te zingen. En een jaar later staat hier mijn veren op het podium. Ja, dat had ik ook niet bedacht, hè. Afgelopen zomer sprak ik Maarten op het terras bij Dok 12. Pasto Prinsenpak zit hij tegen mij. Ik zei, huh? Ik heb natuurlijk onkennen, hè, want ja, ik wist het lang, maar hij dacht dat je het ook wist. Nee, geintje, zei Maarten. En hij noemde een paar andere bekende waggelaars waarvan hij zeker wist dat die prins zou worden. We hebben hem natuurlijk een beetje gevoerd. Ze hebben hem een fles wijn gekost. Vier flessen wijn. Uit zijn belofte. En duur. En duur. Hij heeft zijn belofte goed ingelost. Of opgelost. We hadden hem gevoerd. Maar hij had eigenlijk Uli en Henk in gedachten. Hij zei, en als Henk prins wordt, dan hoor ik natuurlijk adjudant. Maar dat ging hem niet horen. Dat ken je mensen, want dan hebben we dat prachtig gebeuren wat hier elk jaar plaatsvindt, hebben we dan niet meer. En waar de politiek echt op de korrel wordt genomen. Daar is die mannen op het lijf geschreven. En dan moet niemand, maar dan ook niemand anders zich maar aan wagen. Ja, onze vriend Ad, die mag dat natuurlijk ook. Want eigenlijk, jullie samen, die maken dat hier. En ik ga me daar ook absoluut niet aan wagen. 55 jaar in de gat, dat beleefden samen. Skombeeldje op de brug. Veel volk op de been met de onthulling hiervan. Helemaal top. Iedereen mooi meegezongen met ons oud, maar nieuw ingeblazen in de Gats volkslied. Hey, waggel mee, want zo heet natuurlijk ook ons beeldje. Ik ben er niet mee binnengeblazen, maar ik wil hem eigenlijk nog wel een keer doen. Gaat dat lukken? En jullie doen allemaal mee, want jullie kent hem. Vanaf 74 hebben kunnen oefenen, dus dat gaat zeker lukken, denk ik. Daarna ga ik weer even verder. Jullie ook, hè? Het volk van in de gat duikt onder, er is plek zat en bokstel loopt weer vol. 100% alcohol vermomd als wagelaar. Zie de men dan weer hier, dan weer daar. Ik kom in elk café. Hey, waggel mee, waggel mee. Ja, we kennen allemaal Tom Jonkers. En we weten dat hij bedenking heeft tegen de komst van het Green Tech Park. En bang is dat Indegat dan het rioolputje van Brabant geworden. We vroegen de nieuwe man van balans, Tom Jonkers dus, de ochtend na de heftige bijeenkomst over het biomassaplein bij meneer Klaver in Wennersheuvel, wat hij vindt van de nominatie, let op, nominatie, van Peter van der Wiel. En hier komt zijn antwoord. Ja, dankjewel. Fijn dat jullie dat er eindelijk eens iemand is die naar me luistert. Het was gisteravond wel verrekkers heftig. En jammer dat jullie niet meedoen aan de gemeenteraadverkiezingen. Ik ga absoluut op jullie gestemd. Oh, waarom ik zo sta te dansen? Ja, mijn schoenen. Mijn schoenen. Ik koop ze al 2 maanden te klein. Als ze s'avonds uitdoen, ben ik de gelukkigste mens van de wereld. Kijk eens wachten. Oh, ik moet weg. Ik moet weg. Ik heb een nabespreking met Van der Wiel. Hé, Van der Wiel, niet doen, hè. Niet doen. Hoogstens een aanmoedigingsprijs. Doei! Voor de tweede genomineerde mensen, dat ging over het DNA van Indegat. Mooi titel voor een sprookjesboek, dus dat klopt al. Hebben wij de vraag voorgelegd aan onze centrummanager Berry Dankers. Berry, wat vind jij van de dorpskunstenaar die op zoek moet naar het DNA van Indegat? Is dat de politieke woord waard? Hier komt zijn antwoord. Hey, Dankers hier.
Allereerst wil ik even in de lijst 11 hartelijk danken dat zij mij wel vragen om mijn advies. Zij durven dat wel. En ik wil er ook even bij zeggen dat jammer is dat ze niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing. Want mijn stem hadden ze zeker gehad. Wat was de vraag ook alweer? DNA van Boksel, geloof ik, hè? DNA van Boksel? We hebben toch al een DNA in Boksel? Oh nee, dat bedoelen jullie niet. Nee, het gaat over die stadskunstenaar voor 60.000 euro per jaar. Nou, het is maar een schijntje. Als je ziet wat ik krijg voor 2 dagen werk per week, is 60.000 euro maar een schijntje. Maar L'Estrada, Politoekes dit jaar, zeker niet doen. Zeker niet doen. Hoogstens een aanmoedigingsprijs. Doei! Nou, voor de derde en laatste nominaties, let op, zijn er steeds nominaties. Hè. Erik van den Broek, hebben wij Richard Strik geschrikt? Van het gelijknamige frietkot van Italia Strik. Ja, dat is wel echt. Hij trof hem vreemd genoeg aan achter een plataan op de markt. Hier komt zijn antwoord. Ja, god, dat vind ik te fijn in de lijst 11. Op eens eindelijk een keer naar men wil luisteren. Jammer dat jullie niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen, want ik ga zeker op jullie stemmen. Hé, hey, die platanen van de broek, ik ben met John van Larkberg geweest. Die gaf me dit spul en dat was goed gelukt met die kastanjeboom. Dus ik denk, jongens, weg met die platanen. Weg ermee. En van den Broek, Politoekes, zeker niet doen. Misschien een aanmoedigingsprijs. Doei! Even spreken. Nou, heel kort maar. Maar ik moet zeggen, ik ben zwaar teleurgesteld dat ik het moet doen met de aanmoedigingsprijs. Ja. Want ik ben nu 10 jaar hier. En ik heb vooral het afgelopen jaar, want ik heb gezien dat Mark Buijs en Herman van Wanrooij, dat die me voor geweest zijn. Ja. En daar heb ik al als een stekker van gebaald. Ik ben hier 10 jaar om in ieder geval alle mogelijke moeite te doen om zelf in aanmerking te komen. En dan heb ik het afgelopen jaar echt geprobeerd om alles niet te doen. En dan is het... En dan is het nog niet goed. Nee, dat... Dus nou, we zien wel of ik volgend jaar er nog weer ben. Maar ik was het eigenlijk wel van plan. Maar ik hoop in ieder geval dat dat in ieder geval een kans is om het alsnog binnen te halen. Ik heb begrepen dat het verplicht wordt. Ja. Maar nou moet je nog gekozen worden. Ja, ja, nee, daar gaan we voor werken. Ik denk dat hij minstens vandaag een stem al een liedje moet krijgen van jullie. Ja. En we gaan het werken, we gaan het werken. Dat wordt een juistje weer. En we hebben, oh ja Peter, nog één ding voor jou. Die stadskunstenaar, DNA van Indigaal. 60.000 euro. Ja. Wij hebben hem, hè. Wij hebben hem bevangen. Kijk. Ja. Vindt u wat dat kost? Een ei van 12 cent. En een reageerbusje van 20 cent. Dus wij zullen zeggen, geef dit aan L'Estrada. Wij hebben het DNA van Indigaal bevangen. En 35 centen. Yeah. Goedemiddag in de gat. Ja, ze hebben het eigenlijk al een beetje gezegd. Ik kom hier namens de gemeente Bijst. En ja, en dan denkt hij, dat hoort bij mijn typeke. Nou, ik heb mijn opstel geschreven voor jullie. En dat is een klein opstel, want er is al heel veel gezegd over Bijst, of over Boksel en politiek en alles. Dat ga ik niet doen. Maar, ik werk bij de gemeente Bijst als bode, trouwambtenaar, tonprater, stadskunstenaar en marktmeester.
En dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar, hè? Ja, en nu heb ik gehoord bij ons in Best. Ja, en ik hoor heel veel via onze burgemeester, onze Anton. Hè, en daar ga ik verder niks over zeggen. Want Anton is mijn beste vriend. En hij mag voor mij. Hij mag voor mij in Borstel blijven wonen. En van ons allemaal, als hij bij ons maar burgemeester blijft. Ja. En dat gaat heel best in het daarmee eens, dus ik snap het allemaal best wel. Maar goed, ze hebben verteld, en ze, des algemeen, niet alleen Anton, het gemeentehuis in Boksel is verbouwd en is geweldig. Ze zijn zelfs in Best komen kijken van, hoe gaan we dat bij ons doen? Bij ons is het allemaal wat minder. Want als je naar ons gemeentehuis komt, dan is het altijd potdicht, stikdonker. Ik kom er aan de deur, dus alles dicht. Donker, ik bel het nummer op de deur 0900-1700. Dit nummer is niet in gebruik. Hè? Ik bel weer dat nummer 0900-1700. Dit nummer is niet in gebruik. Gaat de deur open, komt er een naar buiten. Ik zeg dat nummer 0900-1700 is niet in gebruik. Hij zegt de klap, want er zijn de openingstijden. Ja, ik ben nog niet klaar, wacht. Kom er bij ons binnen. We staan hier aan met te zingen. Kom er bij ons binnen, hè. Hebben daar een voorrangsregeling voor ambtenaren die daar te laat zijn, dat die niet in botsing komen met ambtenaren die te vroeg naar huis gaan. Er zijn zelfs ambtenaren die nog vroeger naar huis gaan en dat ze te laat zijn gekomen. Nou, wil ik daar met de lift mee? Ga niet, want die is alleen bestemd voor de buitendienst. Tenminste, dat stond erop, lift buitendienst. Wij hebben een rookverbod in de publiekshal. Komt er in de binnen, hè, rookverbod. Ik trap daar meteen de sigaret uit. Op zich niet erg, maar je had die sigaret nog eens in de mond. Het is er nog steeds hartstikke donker, hè? Dan komen de lampen werken op bewegingssensors. Nou, dat hebben ze proberen op te lossen. Hebben ze overal de ramen, zeg maar, laag bij de grond gemaakt, hè? Kunnen ze ook liggend naar buiten kijken. Op alle kantoorruimtes zijn de planten allemaal weggehaald. Ja, want planten schijnen zuurstof weg te nemen tijdens het slapen. Op de muur hangen schilderijen, alleen maar stillevens. Tenminste, dat dacht ik, maar het waren gewoon de loketten van publiekszaken. Het daar zo'n kapstok, dat stond op, alleen voor raadsleden. Had ik erbij geschreven, ook voor jassen. Fijn, hè? Ik dus door het gemeentehuis. Hè? Eigenlijk kom ik er eentje tegen, op de gang heen en weer lopen. Zeg, kun je ook niet slapen, jongen? Nou goed, dat is dan bij ons, hè? Nou jullie. We gaan naar Borstel. Er gaan geluiden op voor samenwerking en zelfs samenvoeging van Best en Boksel. Vandaar de bouw van de tweede natuurbrug. Voor de oversteek van zwijnen. Komen we gelijk uit bij het CDA. Bij ons zijn dat de boeren. Hoe is dat hier? Wie is hier van het CDA? Alleen maar vrouwen. Nou, dat zou dan mooi boer zoekt vrouw zijn, hè? We krijgen kraamvisite. Een heel mooi vrouwke. Zoiets als... Uh,
Opnieuw. We krijgen kraamvisite. Een mooie vrouwke, hè? Zeg maar miskraam. Het bewijst dat het licht sneller is dan het geluid. Want het ziet er schitterend uit totdat het begint te praten. Ze zei, jij bent de vader van een van mijn kinderen. Ik zeg, dat zou goed kunnen. Dan ben jij die snoerie die flink graas heb genomen. Ze zei, nee, ik ben lerares en die van jullie zit in mijn klas. Alfijn, ze koopt zo'n klein broekje voor een tientje, maar krijgt het niet gepast. Ja, dat broekje wel, maar dat tientje niet. Ze komt €2 te kort, €2 te kort. Ze zei, kan er niks van af. Ik zeg, nee, alleen de verpakking. Trek ze zo de blouse los, he. Ze zei, en is het zo gepast? Ik zeg, hen er niet kleiner. De laatste kraam op de markt is de kraam met messen en pistolen. Komt zo'n bossenaar aan de kraam. Oh ja, dan ga je messen. Ik zeg, nee jongen, die heb ik niet. Dan ga je pistolen. Ik zeg, nee, die heb ik ook niet. Dan zeg, dan ga ik tegen Bolsonaro. Ik zeg, ja, messen en pistolen. En ik vraag uw aandacht voor de presentatoren, tevens lijstduwer en lijsttrekker van de lijst 11, Maarten en Henk. Ja, ja, het gemeentehuis. Noem het maar gewoon de kwekpoel. De kwekpoel, ja. Nee, voor volwassen kinderen. Niks 18. Nee, kom op zeg. Het gaat toch niet over een verkeerd geleide klinker? Nee, natuurlijk niet. Of welke boom gaan we nou waar neerzetten? Nee, joh. Of waar zetten we de auto neer? Op de Mert? Nee. Is het aantal inbraken op Silleswal? Is dat gedaan? Ik heb geen idee. We hebben het er steeds over, hoor. Ja, waar kan ik nog ergens veilig fietsen? We moeten het maar eens hebben over echt de grote, dingen. Grote dingen? Grote dingen, zoals? Nou, wat denkt u van de grootschalige woningbouw? Die gaan we achter de rammen gooien. Een echte rondweg. Die komt er misschien ook nog ooit. Wie weet. En dan gaat er een tunnel onder het spoor en we gaan een diplodocus in elkaar zetten. Ja. En dat ding is groot. Oké. Jongens, laten we maar beginnen. We gaan eens even een aantal gasten welkom heten. En welkom, hij was net op tijd. Dat vind ik wel knap, hè? Ja. Time management. Ja, time management. Wij hadden hier wel in onze tekst staan van Fons, het is de bedoeling dat je hier op tijd bent. Maar ja, die grap kunnen we niet maken. Ik was net op tijd. Welkom, lieve Inde. Allereerst natuurlijk welkom aan onze interimmer Fons Naterop en zijn Trudy. Eindelijk zien we nu het veenmeisje ook in levende lijven. Met Fons is in de gat weer even uit de bult. Een applaus is zeer op zijn plek, mensen. Dubbel Fons. De lat ligt hoog, hè? Ja. De lat ligt hoog. Ja, nou ja. Nou ja, even wat dingen van andere aard. Herman en Maruska hebben zich officieel afgemeld bij ons. Officieel, ja. Officieel. Moest jullie wel allemaal de hartelijke groet overbrengen? Nou, bij deze. Nou, mooi. Nou, Erik heeft zijn eigen ook afgemeld. Ja. Dus ik zie hem niet staan. Nee. Nee, hij zit nou in Madrid. Hij is zijn eigen aan het voorbereiden voor de wedstrijd van Ajax. Hij is dus nou wel met grote dingen bezig. Hij stuurde ons net nog even een selfie van het plein. Met een onbekende blonde dame op de achtergrond. En op dat plein is het net zo druk als wat het merkt. Na de renovatie. Hey, wist jij Erik zijn favoriete radioprogramma 100% NL is? Nee, dat wist dus ik niet. Dus ik snap wel dat hij naar Spanje gaat. Want? Dat ik wel. Want? 100% SP. Oh, die snappen ze niet. Die hebben ze niet. Hé, hey, maar we gaan ook even een selfie maken, jongens. Ja. En die sturen we meteen even naar Peter, hè? Dus... Ja, nee, naar Erik. Naar Erik, oh ja, naar Erik. We Peter maken een selfie van Erik. En wel... Wat, Jan? Lachen, hè? Lachen en... Lachen. Zullen we geluid maken, of niet? We sturen hem even door. Ja, we zetten er even een tekst bij. Dag Erik, het is hier hartstikke gezellig. En toen het over de Mert hangt,
En zinnen dat jij er niet bij kon zijn, nou toen barstte me toch een heel scala aan. Erik los. Met een gewoon applaus. Ja jongen, jammer dat je er niet bij waard. Ja. En de beelden zijn mislukt. Wij zien wel. Maar we gaan wel even kijken of de selfie gelukt is. Is de selfie gelukt? Is hij gelukt? Ja, nou. Hij is gelukt. Hij is gelukt. Echt wel. Hij doet het. Eind november heb ik wel geluid. Eind november werd ik gebeld door Toon van Krieken. Ad, zei hij, we hebben een waarnemend burgemeester. Ik vroeg, is het Jeanette Zwijnenburg uit Haren? Nee, zei Toon, het is een andere vent. Ik zeg Toon, hoe heet hij? Toen zei Toon, hij heet Von Snaterop. Ik verstond het niet zo goed. Hij belde interlokaal uit Lennisheuvel. En u weet dat de rotonde bij Boseind het telefoonverkeer niet zo goed aan kan. Ik ben benieuwd hoe die Von Snaterop het gaat doen in die in de kooi die gemeenteraad heet. En als hij dat goed doet, dan wordt er na afloop een café naar hem genoemd. Want naar onze vorige waarnemer van Brummen, u kent hem nog wel, zijn destijds zelfs twee cafés genoemd toen hij weg was. De Nozem en de Deugniet. Het is te hopen dat het voor Von Snaterop niet die verlorene tijd wordt. Le temps perdu. Maar ik heb er alle hoop op. Ik hoop dat dat goed gaat. Von Snaterop was tot 1 januari burgemeester van Veen, waar ze traditioneel rond nieuwjaar auto's in de fik steken. En Von Snaterop zei tegen de pers, dat zijn geen misdadigers, maar het is doorgeslagen ondeugendheid. En met die uitspraak was ik wel heel blij, want een vechtpartij op onze markt, best waggelvolk, is dus ook gewoon doorgeslagen ondeugendheid. En daarom wordt er regelmatig flink doorgeslagen. En dat mag tegenwoordig al om 2 uur beginnen. Afgelopen weekend moesten ze tot 3 uur wachten. Nou, best waggelvolk, we wilden een bruisend centrum, we kregen een bruisend centrum. En ik ga nog 1 ding over die nieuwe markt zeggen en dan zand erover. En de ene ding is, in Indegat is er altijd tijd en geld om iets over te doen, nooit om het in 1 keer goed te doen. Jongens, geweldig, geweldig. Echt, ik geloof dat hij hier al 18 jaar het politieke vee betreedt. De eerste jaren hebben we er samen gedaan. Maar vandaag, beste mensen, voor de 11e keer solo. Ja. Dus dat is een jubileum. Ja. En wij hebben eigenlijk geen geld voor allerlei onderscheidingen. Dus wij doen het heel bescheiden. Ja. Maar 1 ding, als je ingelijst wordt door in de lijst 11, nou dan dende iemand. Ja. Dus wij gaan Ad voor de 11e keer hier inlijsten. Inlijsten! Hey. Ad, bedankt. Oh, leuk, dankjewel. Dankjewel. Oh, alsjeblieft. Beste mensen van Indegat. Indegatters, dat is een nieuw woord, hè? Waggelvolk. Het is waar, hè?
Pak even de bril erbij, want ik heb net afgekeken van Ad. Kom ik hier net, na 3 maanden, in dienst als waarnemend burger, vragen ze die aan die snater op om mijn buurt te houden. Nou ja, ik waggel gewoon een beetje mee hoor. En dan geen punt, maar het is altijd wel een beetje alert zijn als ze aan zijn naam begint te sleutelen. Ik weet niet hoe jullie dat zo hebben, maar... Nou zijn ze dat hier in Endegat best wel een beetje mee bezig. Die van de krant, jullie kennen hem wel, Ton Rooms, die begon er ook al over. Wilde je nou als fonds of als burgemeester aangesproken worden? Nou, ik zei tegen die Ton, doe maar allebei. Als ik lekker aan de buurt ben, zoals nou hier bij jullie, dan ben ik gewoon fonds. Maar bij een 100-jarige, dan kunnen we natuurlijk niet meer aankomen. Dan ben ik gewoon de burgemeester. Kijk, het is wel zo, beste mensen. Bij de kinderen die nog geloven in Sinterklaas. En de oude generatie van boven de 70. Dan hebben we nog een beetje respect, hè? Dan ben je nog gewoon de burgemeester. En alles wat ertussen zit, ja, die geloven nergens meer in. Niet in onze lieve heer. Niet in de politiek, niet aan die wethouders en niet aan die burgemeester. Maar ja, respect dwingde ook niet af met de naam, toch? Respect dwingde we af met daden. Het volk wil ook bestuurd worden. Dat was vroeger al zo en dat is nou ook zo. Maar jullie, beste waggenvolk, jullie zijn ook wel een beetje, ja, ook wel een beetje zekers, hè, allemaal bij elkaar. Wees nou eerlijk, hè. Gulli Guus Meeuwis, die had het ook al in zijn Brabant lied, hè. Ik mis zelfs het zeiken, hè. Nou, jullie kunnen er ook wel van in bokselen, hè. De politoekers! De poli... Oh, we hebben hem opgewacht! Oh, ziet ze bibberen. Komt hij wel, komt hij niet? Nou, hij komt, hoor. Ja, deze keer wel. Nou, let even op. In de lijst 11 stond echt voor een moeilijke keuze. Vorig jaar konden we niet kiezen, maar dat lag niet aan ons. Maar komt er nou wel weer een politiekus of niet? En wie? En wat? En waarom? We weten het niet. Maar we hebben voor de inspiratie en advies ingewonnen. En we zijn naar een absolute autoriteit in Boksel geweest. Ja. Zeker op het vlak van de Indegatse politiek. Zeg maar de Maurice de Hond van Indegat. Oftewel Henk Verwert. Van het Boksels krantje. Dus we hebben hem eens even gevraagd hoe hij erover denkt en of onze keuze wel goed geworden. Nou, kijk en huiver. We gaan het zien. Even aandacht. Nou, we zijn aangekomen op het werkkantoortje van Henk Verweert. Hij is druk bezig en we gaan hem even een interview afnemen, want hij heeft er altijd wel een kritische noot voor de Bokselse politiek. Nou, dag Henk, of moet ik meneer Henk zeggen? Nee, ik kom misschien wel wat afstandelijk over. Maar zeg maar gewoon Henk. Zeker voor jou als lijsttrekker van In de Lijst 11 is het gewoon Henk. Heb je zin in koffie? Nou, lekker. Hé, hey, Margriet, schiet eens op met die koffie. Doe maar 2 en een koekje. Hé, hoezo ben ik lastig? Schiet dan maar op, man. Sorry, Maarten. Nou Henk, fijn dat ik even mocht langskomen, maar we staan voor dit jaar wederom voor een moeilijke keuze om de Politiekusprijs 2019 uit te lopen. En we willen eigenlijk heel graag jouw visie op de Indegatse politieke verhoudingen. En zeker na de afgelopen verkiezingen en de coalitievormingen. Ik werk ondertussen gewoon door. Ja, dat zie ik, maar ga gerust door. Ik ben zeer vereerd dat jullie die vraag aan mij stellen. Maar jullie zien waarschijnlijk als een van de weinigen mijn kennis en mijn ambitie. Hé Maarten, weet je dat ik gesolliciteerd heb bij de Telegraaf Media Groep? Oh ja? Ja. Ze zochten een rioolsjournalist voor de pagina privé. Ik denk dat ik met mijn jarenlange ervaring, enorme talent en zeer kritische nood daar nu ook wel aan toe ben. Lekker bekend Nederlanders in de zijk nemen. Heerlijk, ik heb Jonkers Riool, weet je wel, als referentie opgegeven. Oh, maar heb je het dan niet meer naar de zin in de gat? Nou man, het glijdt af hè. Kijk maar eens naar dat geëmmer in de Vrije Tribune. Hans Pel versus Juffermans, klimaatkliek. Man, man, man.
En daar waar jij voor komt, het politieke gekomen. Ik wil jij door de oud-burgemeester van Hoefjes Noord. We moesten positief kritisch blijven. Nou, dat is voor mij heel lastig hoor! Ja, vertel mij wat, ik weet er alles van. Ik heb al een zin in de raad, ik voel mij hier uitgaan. Oh ja, ik weet niet alles zien. Nou, nou hou ik nog wel erheen. Ja, oké. Maar, nou wil ik even terug. Het gaat dus niet om jou en je carrière dan. Nee, nee. Hé, hey, Margriet, schiet eens op met die koffieman. Oh ja, de politiek. Ja, als ik de uitslag analyseer, en dat ga ik even doen. Ik heb een grafiek gemaakt. Ja. En als ik de uitslag analyseer, dan zien we het volgende gebeuren. In blauw zien we de uitslag van de afgelopen verkiezingen. En dan zie je dat combinaties of Centurion 95, dat die samen met balans zeg maar er helemaal uitspringt. In rood heb ik even aangemerkt van stel nou voor dat Lient niet meedoet in de verkiezingen. De verkiezingen? Lient. Ja, de verziekingen. En Lient doet die mee. Dan krijgen wij de volgende uitslag, namelijk Centurion 95, die gaan dan terug naar 1398. Okay. Je ziet balans, die zie je een klein beetje zakken. Niet zoveel als Centurion? Nee. En dan zie je dus het volgende gebeuren, dat combinatie 95 compleet wegzakt. Ja. En dat ze op nummer 4 komen. Zo. En nou ja, daar is dan dus met andere woorden, Lient is bijzonder van invloed op de Indegatse politiek. Oké. Okay. Dan... En nou komt hij. Ja, want je hebt nog een kleur. In groen zien we de verkiezingen in 2021. Oké. Okay. Want dan gaat S meestemmen. S. Dus wat ik gedaan heb, is even het beeld geschetst van wat er gebeurt als S dadelijk ook nog bij komt. Oh, dat is S21. S21. Oh. Daar zien we hem staan. Ja. S21. Maar ik zie nog twee andere partijen. LIO en BWWAT. Ja. Wat betekent ja, dat dan? Nou, bij balans gaat het niet helemaal goed. Oké. Okay. De autotunnel wil niet lukken bij het spoor, dus er is een afsplitsing gekomen. Oh. Buurschap West wil autotunnel. BWAT. Ja. En dit is ook een afsplitsing van balans. Van ook de fietstunnel bij Bosheim komt er niet. Okay. Dus dit is Lennersheuvel in opstand. Oh. Dit zijn splinters, afsplinteringen van balans. En wat zien we dan in 2021? Dan krijgen we het volgende beeld. Dan gaat Centurion 95, die houdt ongeveer zijn zetel, balans zakt terug vanwege de versplintering. Is met 1800 inwoners, komt er dan bovenuit. Ja. En wat gebeurt er dan? Dan worden wij ingeklemd tussen S21... en combinatie 95 en we hebben niks meer te zeggen! Oh, nou, dat is juist een hele heldere uitleg, Henk. Ja, ja, en ik ben aan de pillen. Omdat ja, ik kan niet meer rustig pakken. Ha! Kan niet meer. Margriet, waar is de koffie? Ja, ja. Waar is de koffie? Rustig, Henk. Waar is de koffie? Henk, Henk. Op. Rustig, je kunt er nou toch niks meer aan doen. Ha! Hey, hey, hey. Hey, hey, Juliet, geluk man dat ik vanmiddag hier ben. Hey, ik kom hier net aanrijden, word ik aangehouden door de politie. Hij zegt, meneer, u bent een gevaar op de weg. Ik zeg, ja, waarom denk ik over de stoep rij? Ja, ja, zit hij, maar het is heel serieus hoor, want we zoeken hier een serieverkrachter. Ik zeg, oh, dit is niet zo mooi dan, hè? Dat zeg ik, oh. Ja, ik heb bij de rotonde 360 graden terug de politiefuik in. Ik zei, meneer de agent, ik heb erover nagedacht, hè. Ik doe het. De agent steekt zijn kop het raampje binnen. Hij zegt, rijbewijs. Dus ik geef me rijbewijs. Hij zegt, dat lekte jij helemaal niet op. Ik zei, nee, dat is de man dan ook niet. Die had ik geleend. Hey, toen moest ik mijn naam opgeven. Toen heb ik een valse naam opgegeven. Henk van der Laak.
Ja, iets vals als kreeg ik niet bedacht. En toen reed ik weer door, toen reed ik bijna die agent omver, maar hij kon nog net opzij springen. Hij had geluk, het was een wijkagent. Toen hield hij mij weer aan, hij zegt, meneer, alcoholcontrole, wilde jij daaraan meewerken? Ik zeg, nou, vooruit, geef mij zo'n hesje en zo'n lamp. Maar toen moest ik blazen van hem. Had ik snel mijn bril afgezet, dat scheelt twee glazen. Toen kwam ik hier bij Rembrandt binnenlopen. Ik schiet de kleedkamer in, tenminste dat dacht ik. Bleek het toilet te zijn. Stond daar een of andere fonds. Bij de toiletten, die wou men een hand geven om zich voor te stellen. En ik keek zo eens naar die hand. Het nat erop. Ja, zit hij, maar ik wil me even voorstellen. Want ik heb hier de leiding in handen van een groot bestuurlijk apparaat. Nou, toen heb ik even naar beneden gekeken, maar... Ja, zit hij, maar jij moet je eigenlijk toch wel veilig voelen hier, thuis voelen, als kandidaat aan het Nederlands kampioenschap mens erger je niet. Want hij had ook heel veel verstand van mens erger je niet. Hè. Ja, want uit Veen, hè, in Veen hadden ze altijd het NK autobarbecuen. Dan flikkerden ze een stuk biefstuk tegen de grill en dan slaken ze hem aan. Hup, zeg hey. En toen kwam hij naar Bokstel, toen dacht hij van, nou krijg ik het rustig. Maar toen was er meteen het NK straatvechten. Maar dat kwam ook door Fons. Dat kwam ook door Fons, want ze hadden gevraagd, wat moeten we er doen? En toen zit hij, nou Fons, naait erop. Ja, die dacht het rustig te krijgen, maar met die straatgevechten kreeg hij toch wel benauwd. Was het een beetje astma, Fons? Maar nou ben ik hier, hè? De deelnemer aan het Nederlands kampioenschap. Mens, erger je niet? Ja, wij waren vroeger allemaal al dol op spelletjes bij ons thuis, hè. Ja, ons man bijvoorbeeld. Ons man die had twee hobby's. Darten en autorijden. En bij het darten raakten ze nooit, hè. Zijne hoogheid koning Willem-Alexander en zijn minister van ernstig financiële tekortkomingen. Zet de muziek maar in, chef. Speciale hooggeëerde gast, koning Willem-Alexander, het woord geeft om de traanrede uit te spreken. Wil ik als zelf benoemd minister van ernstige financiële tekortkomingen even melden dat de wethouders Maruska Lestrada, Erik van den Broek en Herman van Langlooy vanwege veiligheidsoverwegingen naar een geheime plek zijn gebracht. Met de In The Force L. Mocht er een aanslag plaatsvinden op dit etablissement, sorry, dan is daarmee de continuïteit van ons bestuur in Indegat gewaarborgd.
al dus een tekst die ik van de drie zelf ontving. Wil ik nou u echt uw aandacht vragen voor Willem-Alexander met de traanrede. Lotgenoten van Eendebits. Ik ben blij en zeer vereerd met de uitnodiging van In de Lijst 11 om op deze bijeenkomst de traanrede hier in Eendebips te mogen uitspreken. Als Jan de Koning het niet wil doen, dan vragen we de echte koning wel. Zo gaven de lijsttrekker en duwer van In de Lijst 11 mij aan. Nou, en hier is Willempie dan. Voor ik losga, lieve eenden, wil ik u wel, uw nieuwe burger, Ronald van de Eikengaarde en omstreken. Welkom heden bij deze Ronald. Welkom in het politieke café. Nou, dat begint veel mee, hè? Ja. Vandaag, precies 39 jaar geleden, is het politiek café geboren. En die 39 jaar uitgegroeid tot een onmisbaar hoogtepunt van het Eendebipse carnaval. En al die jaren is het politieke café te gast geweest in ditzelfde etablissement. Eerst heette het nog het Huuske, maar enige Geert van der Wal vond dat veel te gewoontjes toen hij dit bolwerk in 1999 overnam. En veranderde daarom de naam in Grand Café Rembrandt. Grand Café Rembrandt, lieve eenden, terwijl er geen vierkante meter bij is gekomen. Vandaar ook dat het rondom u zo druk is. Het Politiek Café is dus op de kop af al 32 jaar hier bij Geert en Colette de gast. Ik vraag u daarom een driewerf hoera. Hoera! 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 Volgens mijn informatie besteden de heren van In de Lijst 11 zelf daar straks nog even aandacht aan. Willem moet hier eerst zelf het vuile werk opknappen. Dus u, Geert en Colette, ga maar even lekker door met het kostelijke gertenat. Willem lust er wel pap van. Overigens, Geert en Colette, gebruikelijk in koninklijke kringen, bij zo'n mijlpaal is dan een rondje van de zaak. Hey! Maar goed, kijk u maar. Kijk u maar. Ja. Heerlijk. Trouwens, een mooi ding dit. Het is van Timmerfabriek Vera. De eentjes zijn van onszelf. Mocht u ervoor de nieuwe keuken nodig hebben, dan kan ik hem bellen. Lieve eenden. Het is u vast ook opgevallen hier in Eendebips dat na zeer succesvolle jaren van voorspoed en meevallers het allemaal niet meer zo rooskleurig is en u ineens in zo'n mooi dorp, ondanks wereldwijde macro-economische voorspoed, gaat dat volstrekt aan Eendebips voorbij. Eendebips is kennelijk ook in dat opzicht heel slecht bereikbaar. De gemeentelijke beurs is leeg aan het raken en dan moet je dus de tering naar de neering gaan zetten. Mocht u in de nabijheid vertoeven van een van de collegeleden of gemeenteraadsleden met een leeg glas, bedenk u dan geen moment, zet het lege glas voor hem weg, ze hebben het al moeilijk genoeg. Als u mij ziet, sla u mij dan vooral niet over, alleen mijn nummerbord van een hofauto is AA, die loopt dus niet op alcohol, ik wel. Als ik het afgelopen jaar naar het Eendebips kijk, is dat er een van tegenslag op tegenslag. Veroorzaakt door externe factoren. In combinatie met stoïcijns en onverdoord dom tegen de burgerstroom ingroeien. In Eendebips ook wel pagaaien genoemd. Van goedwillende wethouders in samenspraak met de gekozen ja-knikkers van de gemeenteraad. Het doet u vast pijn aan de zintuigen om te zien en horen waarom iets niet lukt of iets niet kan. Als u, coöperatief als jullie eenden zijn,
voorzichtig en liefdevol proberen te assisteren, wordt de politieke eendenbibse struisvogelkop in het Mullerzand gestoken om er pas weer uit te komen als de kust veilig is en het eendenbibse volk moe en teleurgesteld huiswaarts is gekeerd. En als ze dan met de kop in het Mullerzand zitten, hoor je ze het collegeclublied zingen. Wie de wie de wiet, je ziet ons wel, maar je hoort ons niet. Deze teksten ontving ik van in de lijst 11 zelf. En die durven ze dus kennelijk niet uit te spreken, de lafaards. Dat veldje moet onze koning dan maar weer opknappen. Maar ja, het betaalt goed. En Geert staat borg met de omzet van vandaag, dus hou u vooral niet in. U begrijpt dat ik, Willem, niet over één nacht ijs kan gaan en alles vooraf gedegen wil bestuderen en onderzoeken. Maxima wordt daar wel een seks van. Dat als ik ze 4 jaar had bestudeerd, was het uiteindelijk liefde op het eerste gezicht. Ik had dus vooraf wat gegoogeld op eendenbibs. En wat me als eerste opviel, is dat het toporkest van koninklijke klasse, genaamd Als u maar van goede huizen komt, op zoek was naar een ritmesectie. En sinds ik Max ken, vind ik ritmesectie. Ik zeg tegen Max, zal ik eens solliciteren? Waarop ze zei, als ik zie hoe je met mijn bekken omgaat. Ik zeg, het is bekkens. Houd zelf je bekkens. U begrijpt dat Maxima de Nederlandse taal nog niet zo goed beheerst. Maar gelukkig, meneer de chef, zie ik nu dat de ritmesectie optimaal bezet is. Als u maar van goede huizen komt, zet hem op. Wel goed, jongens. Wel opletten, chef, hè? Nou snap ik waarom ze op in muzikant weglopen. Als er geen leiding is, dan... Eén opzienbarend voorstel deed de SP afgelopen jaar in de gemeenteraad. En dat was, luister en huiver, het voorstel: de gemeente moet nog meer mensen met een beperking in dienst nemen. Wat u nu denkt, hebt u niet. Een andere coalitiepartij is D66 met als raadslid Sahib Hussein. Hussein hoort ook tot de zwijgende meerderheid in de raad. En toen ik die naam hoorde, Hussein, toen dacht ik van, zou hij familie van Johnny Hussein? Hij zit er in de gemeenteraad wel vaak bij met een houding van... De meest inhoudelijke bijdrage van D66 in de raad afgelopen jaar is het voorstel geweest om een ja-ja-sticker in Indegat te introduceren om ongewenste papierverspilling tegen te gaan. Wethouder Van Wanrooy was daartegen, want dan zouden de verenigingen die oud papier ophalen inkomsten mislopen. Mijn suggestie aan Herman is om de reclamefolders gewoon rechtstreeks bij die verenigingen af te leggen. Weet jij, Ans, waarom Barbie geen kinderen heeft? Ken zat in een andere doos. Dan hebben we nog woningbouwvereniging Sint-Jozef. Die is van naam veranderd, waarom mag Joost weten. En Sint-Jozef meldde onlangs, we gaan 20 woningen bouwen op het ronduutje, samen met Janssen de Jong. Dat is hetzelfde als wanneer ik zeg, ik ga een kind baren samen met mijn vrouw. Kasteel Stapelen hebben we nog, is door de paters verkocht aan een projectontwikkelaar. Verkoper was Jan van Homelen namens de stichting.
En de gemeente blijft nu jaarlijks zoveel geld pompen in de onderhoud van het park dat ze stapelen met de huidige rentestand voor hetzelfde geld hadden kunnen aankopen. Nee, onze Jan de Kettingman is niet zuinig met gemeenschapsgeld omgesprongen, terwijl Jan zelf bekend staat om zijn zuinigheid. Als Jan zondagsmorgens naar de mis kijkt op tv, zept hij naar een andere zender als de collecte begint. Hij zet dan naar Max geheugentrainer. Als hij tenminste nog weet op welke zender dat is. Beste Lingeboy, welkom in Indegat. Ik hoop dat u het leuk blijft vinden. En dat u niet na een half jaar denkt... Er is nog één probleem te tackelen. In Indegat hebben we elk jaar het multiculturele festijn De Bazaar. En traditiegetrouw is de partner van de burgemeester beschermvrouwen. Daar moet nog een vrouw aangepast worden. Geacht waggelvolk, aan het eind van het jaar zijn er verkiezingen. Want S komt erbij. En misschien krijgen we dan volgend jaar wel een wethouder uit S. En die wordt dan meteen de man of vrouw van 3 miljoen extra tekort. Want de Willy Brodenschool is uit de tijd. Er moet nieuwbouw komen. In de krant stond... Het gebouw heeft enkel glas en tochtige muren. En Wimke van der Zanden zei meteen... Kunnen muren ook tochtig zijn? Dan zitten er zeker scheuren in. Ik heb gehoord dat Lennisheuvel zich ook wil profileren. Toon Strik gaat zich kandidaat stellen. En de slogan heeft hij al verzonnen tot de verkiezingsposters. Stem, Toon Strik, huizen, auto's, kano's, alles regel ik. Hoogheid, excellenties, edelachtbare en geacht waggelvolk. Het is weer ruim 3 maanden geleden dat ik als vreemde eend in de bijt in de gat binnen ben gekomen. Helemaal binnen ben ik nog niet, zoals jullie hebben kunnen zien in Man bij het Hond. Maar ik weet me dagen aardig te slijten aan de andere kant, zeg maar goede kant van de rivieren. Dat ik nog geen huis gevonden heb, mag de pret niet drukken. Want ik ben ervan overtuigd dat ook iemand van de verkeerde kant hier uiteindelijk wel zal slagen. Ik blijf rustig doorzoeken. Nou, ik gaf net al aan, hè, toen die uitnodiging voor dit politieke café binnenkwam, dacht yes, hoe vaak krijg je als burgemeester de kans om ongezouten je mening te ventileren? Ik ken er wel die het onder een pseudoniem doen en een Twitter-account hebben geopend, maar het idee dat ik straks bekend sta als Ronald Duck, vond ik minder. Daarnaast denk ik niet dat echt bij mij past. Ik zie mezelf niet zo praten over zaken waar ik nog te weinig weet van heb. En bovendien is het hier helemaal niet nodig, want op dit moment doen de lokale media dat prima. Vooral de laatste tijd, kan ik echt niet tegenop. Ik heb gisteren nog 1200 calorieën verbrand. Ik heb 4 worstenbroodjes te lang in de oven laten liggen. En dan gaat die tekst verder. Tellen we nu door naar Donald 6? Of wordt het toch een skonprinses? Ik zong daar thuis net iets anders. Dat was tellen we nu door naar Donald 6? Ik dacht het wel. Maar goed, het wordt wel... Het is wel lastig, want ik moet natuurlijk Donald 5 hier ook ergens nog aanwezig. Ik kan lekker zwaaien als ik het nog... Oh, hoor hem? Daarachter. Je hebt nog wel een stem. SMV-man, ik had graag 5 kilo aardappels. Nou, dan heb ik hem al mee, denk ik, de dochter die na ik wil sms houden. Zeg, waar moet dit? Ik had graag 5 kilo aardappels.
Zeg, moeten geen mannelijke of vrouwelijke aard. Maar zeg, oh, heel interessant. Nou, doe mee met vrouwelijke aardappels. Ik vat 5 kilo aard. En ik schud ze zo los in de shop of wat Burberry. Toen zei ze, wat doet u nu? Ik zeg, jij vroeg een vrouwelijke aardappel en dat zonder zak. Snap de meer. Vroeger kon wij verdienen met die grote huishouders, tegenwoordig niks meer. Vroeger hadden we die grote huishouders, daar weet je alle van, denk je, jongen. Ja, dat kunnen ze zien, je bent thuis het laatste zaad. Los, nou, vlak, blijf je zo te laat. Ik zal wel vertellen, ons moeder kon ons ook een kindje krijgen, kon ons ook een kindje krijgen. Ze kwamen, de bestrooden, die kwamen ons, hij zei, ik moet naar Loerders. En dan zal ik wel eens een kaars aansteken, dat zal wel helpen. 13 jaar onderaan komt die vent bij ons moeder. 13 jong, 13? Maar jij geen kindje, maar jij een jong, hè? Ja. En snap de wiel, hè? Oh, ja, ja. Hij zei, misschien wel net geholpen, hij zei, die proficiat, was jullie in Harry dat ik hem ook feliciteren. Toen zei ons moeder, die is niet thuis, die is naar Loerders, jouw kaars uitblazen. Maar ons Vika die vat zo die worst vast, zo vat ze die vast, snijdt ze vleugels stuks af, achter een stukje kost, die worst brooien. Zeg, wat doe je nou? Ja, weet ik niet, en als moeder ook zo hoor. En dan naar jullie moeder, kom bij jullie moeder aan, zeg, burgemiddag is 3 keer geleerd, die worst zo vat, vat de vleugels stuks af, achter een stukje, en dan pas die worst brooien. Weet ik niet, en als moeder ook zo. Wij naar oma's, kom oma's aan, zeg, burgemiddag is die 2 jaar geleerd, om die worst te brooien. Zo vastvatten, voor een stukje eraf, achter een stukje eraf en dan pas brooien. Toen zei oma van, jongen, zei ze, bakken jullie nog steeds in dat klein pannetje? Dan moet ik wel mensen die gaan mee naar die winkel, waar ik helemaal geen zin in heb. Kom ik in die winkel, dus morgen naar de hoogte. Fijn, kom ik door een oude schoolkameraad van mij tegen. Zeg, verrekte jongen, denk, dat is lang geleden dat ik jou gezien heb. Zeg, hoe is het? Ja, goed zit hij, heel goed zelfs. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, mag ik jou voorstellen, zit hij aan mijn tweede vrouw? Ik kijk de mensen over eens aan, ik zeg, ja jongen, zeg, mijn eerste keus zou ik het ook niet gewinnen. Even wordt er dat comité gelaten. Ja, ik stond op de bloemen afdeling. Ik dacht, ik maak het goed met een wefje. Zeg het maar, zeg, wat is jouw favoriete bloem? Toen zit ze zelf reizende. Nou, heel wat bakken allemaal in, ja. Nee, mensen, maar ik droog bij mijn eigen, zo vrijdagsavonds op mijn gemak, weet ik, droog bij mijn eigen, of zondagsavonds zo. Haha, die winkel op slot, hè. Zondag, de rustdag en de dag, de seren, lekker niks doen, heel de dag. Wat denkt de hotels drie uit toch in die bolle hersens dat ik mee naar de stad moet naar Eindhoven? Pam, nou. Kon er iemand gaan mee naar de stad? Zeg geen ja, want je bent een lul. Ik moest bij ons drie mee naar Hunkel gaan mullen. Ken je dat, mevrouw? Ja, lassie. Wil een eindje hebben? Dat ik dat podium laat zien, nou wel hukken met een lol. Wel heel sportief, waarom niet? Yeah. Ik heb een lol, ja. Nou, je hebt een moment of fame ook weer gehad. Nee, maar dat moet ik jou, dat weten we wel, hukken met een dure winkel, hè. Want hoe minder stof, maar hoe duurder dat wordt, hè.
Zeg tegen ons wieken maar peren en rij. Ja, ze is achter in de winkel bij haar zijn aanbieding op de hek. Die neem ik mee, want voor 5 euro kan ik ze niet laten hangen. Ik hoef toch niet om jullie uit te leggen. Dat ben ik gewoon schuisborsten, hè. Weet je niet wat er zit? Als die bij jou had gehad. Ja, je is zo erg als drie kan maar niet fietsen zonder kettingkast. Maar ja, die vat op, pa, bij jou van de rek, daar pas ik ze in. Hé, hey, 2 tel nog handen, gedenkje open. Siske, wat is een paar ander, want de maat is niet goed. En welke moord moeten hebben? Toen wees ze nog een hand, toen wist ik het weer. Nou, dat snap je ook wel een keer. Dus ik ga nog een keer tussen de dubbel D's. Ik ga terug naar de hekje, doe dat gedenkje open. Je geeft je bij je haas aan. En ze peert me toch met die handtas tegen mijn klep. Wat denkt de verkeerde hekje? Oh, man toch. Ik kan in die winkel een beetje beter komen. Zou ik zo te graaien in een bak met van die lepjes. Komt er zo'n jong verkoopster uit. Meneer, wilt u daar vanaf blijven? Ik zeg gewoon van. Dus is ze van die strings van Sloggy. Ja, wat? Is ze van die strings van Sloggy. Zo, ben je doof? Ja, waar zijn strings van Sloggy? Dus is ze, daar zijn onderbroeken met reclame erop. Ja, ze zeggen, ja, reclame maken op een onderbroek kunnen we zo'n verk van ons drie gaan wachten. Kijk, dan kunnen handen opzetten, mode lezen, recyclen. Kijk, de sluisstraat, 10 zetten. Telefoon. Hey. En dan in een kruis maandags gesloten. Ik morgen van heel die super. Ik weet niet of niemand er over wil nemen, mensen, maar ze mogen hem zwaar van niks hebben. Hey, maar van de andere kant, ik ben blij dat ik hier voor jullie op heb nog getreden. En ik heb het heel fijn gehad hier, ik heb het heel fijn genoten. En door dat zo'n organisatie ook hartstikke mee lacht altijd. Al is dat dan 10 minuten naar de rand, dat is de rest. Maar ik heb hier echt zo fijn opgetreden. En het is hier 22 jaar tonk worden, of 22 jaar politieke feest. 39, ook maar de 22. Ja, hier. Ja, hier. Ja, ik ben er niet om binnen te mopperen. 39 jaar? Kom, met de tijd. En neem eens aan deur, moet ik jullie eigenlijk allemaal een consumptie aanbieden. Heb je allemaal daar niet? Dat ziet er niet enthousiast uit, wel. Ja, mannen ik te doen. Dat gaat door met die trompetisten over de bende hangen het over gehad. Hij zei, dat moet je niet doen, Siske. Ik zeg, waarom niet? Nee, dat moet je niet. Ik zeg, jongen, die liggen zeiken. Ik zeg, mag die mensen geen bier of niks aanbieden? Geen één consumptie. Ik zeg, waarom dan niet? Hij zei, dat wil ik dadelijk zelf doen. Krijgen. Ja, eigenlijk is hij heeft 6 maanden gewoon appjes gestuurd. Mag ik? Vinden ze zo, als ze daar zo de zon een keer of een keer doen, ik geloof niks. Nee, maar ik vind het kei leuk om hier te komen. Ook zo, die juffrouw die hier heel gestopt had. Ja, echt. Hier laat nou een striptease. Ja, klopt. Ja, want onze... Ja, je moet gewoon mensen, want er zijn opa die vandaag ook jarig is. En dan hebben we voor hem ook weer georganiseerd. Wordt 100. Nee, geen worstmaak. Hij zit weer gegeven. Ik zeg, ik heb een heel fijn ding voor jou. Ze hebben een minder ding. En deze is, we hebben een paaldanseres laten komen. Ay, dat vind ik leuk. Hij zit, was dan het mindere ding. En ik zeg, die paaldanseres die staart ik. Ja,